Vanavond zijn we bij Musical Autumn Night. Ga je met me mee? Ik heb er heel veel zin in. Hoe ben je op het idee gekomen om dit te organiseren, deze mooie musicalavond? We doen dat eigenlijk al een paar jaar en we starten hem ook elk jaar in de kring. Dus het is bijna een soort van traditie dat we altijd met dit concept, een musicalconcert als start van het theaterseizoen, hier aftrappen. Dus dat is eigenlijk een soort traditie inmiddels. Dus ik kijk even naar Janijn, maar ik denk dat we hier volgend jaar weer staan. En vind je het niet? En die weet het wel. En die weet het wel zeker. Nou, dan kunnen we weer aan de slag als wij. Zijn jullie gevraagd hiervoor of moet je hier ook auditie voor doen? Nee, ik heb geen auditie gedaan. Nee, volgens mij zijn we allemaal gevraagd. Nee, Nathan die komt vaak kijken bij producties. En dan ziet hij ons spelen en zingen en doen. En dan denkt hij, hey, dat is leuk voor mijn concert. En dan vraagt hij dat. Ja. En ik ben zo trots op hem dat ik dat gewoon helemaal doe. Hij is echt jong, hè? Hoe knap is dat? Bedoel, hij is net zo jong als mijn kind. Dus voor mijn gevoel is het ook altijd een beetje zo van die theaterkind. Ja, bonuskindje, inderdaad. En die vleermuis wel niet. Ja, die vleermuis was vanavond een bonus. Ja, precies. De voorstelling. Ja. Die hebben we niet gedaan. Mogen jullie de nummers voor de show zelf kiezen? Of wordt het bedacht, of voor jullie bedacht, zeg maar? Een beetje in samenspraak is het. Nathan heeft wel bepaalde nummers waarvan hij denkt, ja, dat vind ik mooi, wil je dat zingen? En je kan ook zelf zeggen, nou, ik zou dit wel heel graag willen zingen. En dan kan dat wel. Ja. Het is wel echt een show om al je droomnummers te doen. Dat wel echt. Dat is allemaal, denk ik. Ja. Maar het is natuurlijk best wel lastig, want het is elke keer een andere samenstelling. Hoe oefenen jullie dit dan? Elke keer opnieuw. Ja, thuis vooral. Want het wordt allemaal heel goed van tevoren ingespeeld. En moet zeggen, dat wordt echt heel goed geregeld. Je krijgt bladmuziek en dan moet je thuis gewoon oefenen. En dan kom je één keer samen. Ja, maar jullie doen dan elke keer met z'n vijf? Of kan het best zijn dat de volgende keer twee anderen bij zijn dan? Ja, het is elke keer een andere samenstelling. Ja. Volgende keer is Shay erbij en Nigel niet. Oké. Hoe bedenk je dan de nieuwe nummers voor de show? Breng jij die in of laat je de mensen die meedoen de nummers bedenken? Het is een beetje een wisselwerking. Ik stuur in wat ik gewoon graag hun wil horen zingen. Wat ik vind dat leuk in de voorstelling past. Maar ik luister ook heel goed naar wat de artiesten willen zingen. Dus het is een beetje, daar komt dan weer wat uit, zeg maar. Ja. Dus het is een beetje van alles wat. Samenwerking, beetje eigenlijk, samenwerking. Inderdaad. Ja, exact. En, want ik hoorde ook dat inderdaad Linda, die heeft al vaker meegedaan. Ja. Boek je vaak dezelfde mensen? Ja. Of laat je dat ook een beetje afwisselen? Eigenlijk kijk ik gewoon wie vind ik leuk om mee te werken. En wie heb ik voor het afgelopen seizoen in een productie gezien. Maar die wil ik erbij hebben. Nurlijla heb ik bijvoorbeeld nog niet meer mee gewerkt. En die heb ik laatst in Tina gezien. Nou, geweldig. Dus ik belde erop. Ik zeg, Nurlijla, wil je alsjeblieft meedoen? Maar alleen als je ook nummers van Tina gaat zingen. Ja. Dus ja, een beetje zo eigenlijk. Dus een beetje ook mijn eigen voorkeuren. Ook gewoon wat is interessant. Dat past ook leuk binnen de groep. Dus ja, een beetje van alles. Ja. Wat was jullie favoriet een nummer in de show, wat je zelf gezongen hebt. Ik vond het heel erg leuk om met Nigel As Long As Your Mind te zingen uit Wicked. We hebben afgelopen jaar samen getoerd. En nu voor het eerst dat we op een concert zo'n musical song kunnen zingen. Ja, dus dat is heel leuk. En hebben jullie dat nummer zelf ingebracht of was dat er al in? Was het dan vastgesteld dat het erin zou komen? Dat heb ik ingebracht. En Nigel zei, nou, leuk. Dat doe ik. Ik vond het ook heel, omdat ik al een productie met haar heb gedaan. En ik hou van haar stem en hou van haar persoonlijkheid. Ik hou van jou, hè? Ja! Nee, maar gewoon. Ja, we hebben het erg leuk samen. Ja, dat is alleen maar leuk. Ik vond het heel leuk om dit nummer met haar te zingen. Want ik ken het al een paar jaar, maar nog nooit gezongen. Maar toen vond ik het wel heel mooi om eigenlijk met haar voor het eerst te mogen zingen. Okay. Dat is een eer. Ja. Ja, ik heb een beetje sluit alle deuren maar en Who Wants to Live Forever, ja. Dat is wel allebei dat ik denk, je wat goed. Leuk. Zing je ook echt geweldig. Ja, dat is prachtig. Nou. Ja. En jij? Oh, ik kan eigenlijk niet kiezen. Ik vind Phantom vond ik wel heel bijzonder vanavond. Ja, dat is wel hoogtepuntje. Dat deed wel echt heel erg goed. Ja, dus dat is heel fijn. Ja, ik zou zeggen, breng hem weer terug en dan met jou als Christine. Daar kan ik tekenen. Ja. We gaan het manifesteren. Echt, we gaan goed plan, goed plan. Ja. Nou, en zij... mijn favoriet voor jou is de Tina. Ja. Wat ik ook heel leuk vond om weer te doen, was de winnaar krijgt de macht. Oh ja.
vond ik heel leuk. Ook wel spannend. Ik denk, komt u er nog wel uit? Maar ik vond het wel heel leuk om ja. te doen. Ja, maar je hebt natuurlijk al zoveel diverse dingen gedaan. Wat was je mooiste rol ooit? Top Tina. Veel plezier. Ja. En Louise. Ja. Ook heel leuk. Ja. Oh ja. 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 Dat heb je niet gedaan. Ja, en nog heel veel plezier. Nee, Lion King heb ik niet gedaan. En Aida heb ik niet gedaan. Heroes gedaan. En het allerleukste nummer van de show. Dus niet wat je zelf hebt gezongen, maar gewoon het allerleukste nummer dat je zegt. Nou, dat was ik helemaal zo onder de indruk van. Vriend als ik. Oh ja, ja, ja. Maar alleen al hoe hij er dan uitziet met zijn outfit en met zijn haar. En dan gaat hij er vol voor. Maar dat is ongelooflijk dat je zonder decor en kostuum en alles erbij, dat je dan nog zo de genie bent. Echt, hè? Echt bizar. Ja. Ja. Dat was de officiële première, ja. Dus we gaan nu het land door. Ja, Roermond, Rijswijk, Den Haag, Uden, Den Haag, ja. Amstelveen, Spijkenisse, Beverwijk. Dus we gaan naar 10 andere locaties, Capelle aan de IJssel. Dus we hebben nog een hele drukke tour. Ja. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind het wel heel knap. En dat zei ik net al, natuurlijk elke keer andere samenstelling. Ja, dat is echt pittig natuurlijk. Het is een soort puzzel elke keer en die wordt samengelegd. En je zit altijd in een andere samenstelling. Dus dat is ook superleuk. En ook voor de artiesten. Zo doe je toch nooit echt hetzelfde. Nee, en eigenlijk is dus ook geen enkele voorstelling hetzelfde. Precies. Nou, vanavond dus die vleermuis erbij, die hebben we volgende keer denk ik niet. Nee, dus je kan eigenlijk, de mensen kunnen eigenlijk naar elke voorstelling komen kijken en dan krijgen ze elke keer wat nieuws te zien. De echte fans, die zitten allemaal elke voorstelling op rij 1 en die zien elke keer wat anders. Ja. Gezien en het was echt een fantastische show met 5 toptalenten. Het leuke is dat deze talenten elke keer afwisselen. Dus de show is ook elke keer anders. Dus elke keer als je gaat kijken krijg je een andere show te zien. De nummers zijn echt fantastisch. En het liefste zou je elk nummer keihard mee willen zingen. Alle bekende musical nummers zitten erin. Dus ga zeker kijken. Ik geef hem 5 van de 5 sterren. En hup, snel naar het theater om deze show te bekijken. Doei!